Hallo allemaal, het is maandagavond. En dat betekent dat het natuurlijk weer tijd is voor een gezellige, leuke en inspirerende Nail Talk Live e-workshop. En vanavond gaat het over de Gold Foils. En ik heb bij mij hier in de studio een van onze toptrainers, namelijk Angelique. En zij neemt ons straks mee in wat je allemaal kunt doen met die goudfolies. In plaats van op de nagel, die juist in de nagel te gebruiken. En daar allerlei verschillende variaties op te maken. Maar ik heb veel meer vanavond. Ik ga jullie namelijk vertellen over het kortingsweekend wat binnenkort is. De koopzondagen die we binnenkort mee gaan beginnen. En ik heb niet één keer winnaars, maar twee keer winnaars. Namelijk van de Cartoon Party van Jessica, maar ook van Baroque All The Way. En ik heb nog veel meer te vertellen. Tussendoor gaan we dat natuurlijk doen. Ik heb een druk script hier voor me waar alles op staat. We gaan er een gezellige avond van maken. Wij gaan beginnen. Ja, we hebben dus een drukke avond voor de boeg met heel veel huishoudelijke mededelingen. Want het kortingsweekend komt er bijna aan, 16, 17 en 18 september. Natuurlijk, zowel online als in onze winkels kun jij lekker shoppen met korting. En daar ga ik nog veel meer over vertellen wat je er allemaal van kunt verwachten. Zo komt er ook een koopzondag, die gaan we vanaf september iedere maand doen. Daar ga ik ook zo direct wat meer over vertellen. Maar voor nu eerst naar het onderwerp van vanavond, namelijk gold foil inlay. Gold foil is eigenlijk zo oud als de weg naar Rome. Letterlijk en figuurlijk, want natuurlijk in Versailles alles is verguld met goudfolie, of bladgoud eigenlijk. Maar in nail art wordt bladgoud ook al heel lang gebruikt. En je ziet dat het typisch zo'n product dat wordt veel gebruikt, dat zakt een beetje terug, we vergeten dat we het hebben. Het wordt weer meer gebruikt en zo is dat een soort vicieuze cirkel. Nou hebben wij een maand geleden een heel mooi foil kitje uitgebracht. En toen we dat uitbrachten, zei Angelique tegen mij, Pepijn, ik heb een leuk idee daarvoor, mag ik daar een e-workshop mee doen? En dat brengt ons naar vanavond. Naar deze e-workshop. Dus ik denk dat ik maar lekker het woord geef aan Angelique. Goedenavond allemaal, leuk dat jullie kijken. Het klopt inderdaad, toen ik het kitje zag, ging mijn brein meteen helemaal alle kanten op. En ik kwam eigenlijk heel snel op dit idee wat ik jullie vanavond ga laten zien. Het worden twee verschillende designs met verschillende producten, dus eigenlijk voor iedereen wel haalbaar. Ja, natuurlijk heb ik mijn telefoon hier bij me, zodat jij gewoon je vragen kunt doorzetten. En dan zet ik die vragen voor jou door naar de overkant van de studio. En achter de schermen zorgt Gilde natuurlijk voor dat alles goed in beeld is. Gold foil, inlay. We gaan volgens mij beginnen met een full inlay, niet waar? Dat klopt. De eerste nagel die gaan we full cover maken. En dat ga ik doen met power gel. En daarvoor ga ik eerst met power gel mengen. En aan de hand daarvan gaan we er leuke dingen mee maken. En ik heb op een paper pallet heb ik alvast een klein beetje power gel neergelegd. En een Dat is power gel white. Dat is een beetje lastig. Power gel clear. Oh, nou dat is de goede vraag dat ik die stel. Ja. Power gel clear en een klein beetje zwarte liner gel. Je zou hier ook een blackest black voor kunnen gebruiken. Of color concentrates, eigenlijk alles met een zwarte kleur. En straks gaan jullie ook nog andere varianten zien qua kleurtjes. Maar deze is wel heel erg duidelijk zichtbaar en daarom ga ik jullie eerst met deze laten zien. Deze ga ik mengen. En als ik hem ga mengen, daarom heb ik het ook op voorhand nog niet gedaan, is het belangrijk dat je een goede consistentie qua kleur krijgt. Mm-hmm. Dus hij moet dekkend zijn, maar hij mag ook niet te donker zijn, want anders hart hij niet meer uit. Nou, het mengen, als ik hem zeg maar over mijn pallet heen schraap, ja, dan moet hij wel lichtjes transparant zijn. En aan die kant, of op die manier, kan je dan zien dat hij goed is. Ja, en je zegt ook dat je over je palet heen schraapt. Je bent niet aan het roeren in de power gel. Nee. Power gel mengen is echt een kwestie van duwen. De kleur er doorheen duwen. Als je gaat roeren, krijg je luchtbellen. Ja. Je bent nu echt aan het duwen en jij gebruikt er nu een orange wood stick voor. Ja, dat vind ik heel erg prettig. Het kan natuurlijk ook met een spatel. Maar strakjes ga ik ook de stukjes folie oppakken met mijn spatel. En dan is het juist heel prettig als die een beetje plakt. Dus eigenlijk twee in één.
Iris vraagt, hoeveel powergel en hoeveel linergel gebruik je? Maar dat is natuurlijk heel persoonlijk. Ik denk dat dat lastig in hoeveelheden is uit te drukken. Ja. Het gaat erom dat je kijkt naar de kleur. En een linergel is natuurlijk heel erg gepigmenteerd. Zou je met een ander product mengen, heb je alweer minder nodig. Dus vandaar ook dat ik jullie laat zien dat echt de transparantie er wel moet zijn. Oké. Okay. Nou, deze ga ik oppakken, ook weer met mijn woodstick. Oké. Okay. En die hoeft, dat hoeft niet netjes. Nou, dat is fijn. Juist. En deze ga ik in het midden, ga ik die neerleggen. En nogmaals, het hoeft niet netjes. En als je dit op een klant zou doen, dan zou je natuurlijk een transparante verlenging hebben gemaakt. Ja of nee, op zich maakt het niet uit. Je zou deze art ook kunnen doen bij een opvulbehandeling. En dan maakt het eigenlijk ook niet uit wat eronder zit. En de verlenging mag ook met een, hoeft niet per se met een transparante verlenging, want je gaat hem niet meer zien. Alleen het is natuurlijk wel verstandig om een transparante verlenging te zetten in verband met uithardingsproblemen. Maar het hoeft niet. Iris vraagt of je alle kleuren gel polish kunt mengen met powergel. Dat kan. Afhankelijk van de pigmentatie zou dat kunnen. Waar je wel rekening mee moet houden is dat hij wordt vloeibaarder. Dus het lijkt steeds minder op powergel. En dan kan je daar niet meer heel erg lekker mee werken. Dus kies je een hele lichte kleur, dan is het heel erg moeilijk om ook die kleur te bereiken. Maar in principe zou je daar gewoon, je zou alle kleurtjes kunnen mengen. Over het mengen gesproken, ik zie een vraag van Lakje Nagel. Zij ziet op TikTok en Instagram ook wel eens filmpjes dat mensen mengen in een mixed jar met een frees, met een bitje. Zou je dit aanraden of krijg je zo ook luchtbellen? Nou, Lakje Nagel, dat zou ik zeker niet doen met powergel, want powergel is echt een heel viskeus, een heel dik product. Ga je dat op die manier doen, heeft het het nadeel dat je luchtbellen krijgt, maar het is ook heel plakkerig. Dus het kan vrij eenvoudig in het handstuk van je frees terechtkomen. Ja, en dan duurt het niet lang voordat je frees helemaal kapot is. Mochten jullie nou meer willen weten over het mengen met powergel, want ik zag bijvoorbeeld ook van Miranda jouw vraag, kun je powergel ook ergens anders mee mengen? Volgende week, op 6 september, begint het seizoen Nail Talk Live weer, het 13e seizoen. En de eerste aflevering op woensdagavond om 8 uur staat in het teken van mengen. Mengen van blush, mengen met powergel, allerlei verschillende manieren van mengen. Dus wil jij nou echt meer over het conceptmatige mengen? Kijk dan volgende week woensdag om 8 uur mee naar de eerste aflevering van het 13e seizoen alweer. Ik ga kijken of ik nog een andere vraag heb. Even kijken, kan dit met alle gels, vraagt Daisy. Ja, Daisy, zeker. Zo direct gaat Angelique ook werken met Fibergel. Milene moet hem terugkijken, de show, want zij is heel erg druk met werk. Iedereen werkt ze. Nou, en Priscilla zegt, gaat goed, beetje drukke tijd gehad met de bootcamp vierdaagse. Maar nu lekker relaxen en tijd om mijn eigen nagels weer te doen. En ze is benieuwd naar het huiswerk, want misschien kan ze dat op zichzelf doen. Ik ben bij met mijn comments. We gaan terug naar jouw zwarte klodder. Ja, klopt. Nou, hier waren we gebleven. Ik heb hem ook zo laten liggen. Er ligt best wel een laagje op. En wat ga ik nou doen? Ik ga met huishoudfolie ga ik er een reliefje in maken. En ik heb een stuk afgezaagd met een broodmes van een hele lange rol huishoudfolie. En dan zou je denken dat, maar het maakt het echt een stuk makkelijker als je dus een stukje hebt wat zo groot is. Want je pakt hem makkelijker ervan af en je pakt ook makkelijker gewoon een stukje wat je nodig hebt. En anders moet je gaan knippen en moeilijk. Dus sowieso gebruik deze tip. Dat is een hele handige tip. Helemaal niks met nagels te maken, maar toch, het maakt het leven zoveel makkelijker. Het huishoudfolie, dat gaat erop. En dat ga ik met de andere kant van mijn woodstick, maar je zou het ook met een dotting tool of met je spatel zou je het kunnen doen. En daar ga ik deukjes in aanbrengen. En die deukjes, die gaan strakjes, gaan ze voor een
ja, voor diepte en voor relief zorgen. Als je hem zo neer hebt gelegd, moet je zorgen dat je zwarte klodder wel op het midden blijft. Dus hij mag niet naar de randjes. En als je strakjes gaat duwen, en dat gaan jullie strakjes ook zien, dan is het de bedoeling dat aan de buitenkanten dat er minder hoogte zit als in het midden. En dat geldt dus ook voor de bovenkant en voor de onderkant. Nou, hij ligt nu, ligt hij daarop. Je zou hem zelfs nog even kunnen aanduwen. En de bedoeling is dus dat je gaat duwen naar elkaar toe. Want op die manier heb je dus automatisch dat de buitenkant dunner blijft. Dus je kreukelt het naar elkaar toe, ja, naar het midden toe. Ja. En dat doe je met de puntige kant voor een orange hoed stick. Ja, of met je spatel of een dotting tool. Als je een dotting tool gebruikt, is het vaak iets minder, ja, krijg je minder relief. Scherpe puntjes. Juist, maar het kan wel. En anders een satéprikker zou ook nog werken. En inderdaad natuurlijk opletten dat je niet de cuticle induwt. Juist. Dus vanuit de buitenkant naar binnen. Juist. En ik blijf ook echt weg bij die buitenkanten. Karin Kramer zegt, het lijkt de huishoudbeurs wel, met heel veel handige tips. Twee in één. Nou ga ik even kijken. Ik denk dat het makkelijker zichtbaar is als die uitgehard is. Je gaat dus zorgen dat er echt best wel een behoorlijke hoogte in komt. En dat ga ik laten zien zodra die uitgehard is. Gemma zegt, oh wat leuk, spelen met huishoudfolie. Je kan zoveel leuke art daarmee maken, ook al bij de Hybrid Nail van Syriza gezien tijdens het Nail Talk Live event. Ja, ik ben er ook een keer bij geweest dat er met huishoudfolie werd gespeeld. Maar zo'n klein stukje is wel heel veel makkelijker. Ik weet het nog heel goed. Priscilla hoopt dat ze vanavond inspiratie krijgt, want dat had Aletta gevraagd. En anders zijn er nog heel veel andere workshops waar ze naar kan kijken. Even kijken. Ja, volgens mij hebben we daar ooit een workshop van Jessica gehad op volle nagels. Heel erg mooi geworden. Ik weet niet helemaal waar het over gaat, Iris, maar goed. Je bent hem aan het uitharden. Je hebt er natuurlijk zwart doorheen gemengd. Dus wat is de uithardingstijd die je nu zou aanraden? Nu doe ik wel echt anderhalve minuut. En zou je een semi-transparante kleur gebruiken, zou het iets korter kunnen. Maar aangezien dit ook de basis is van je nagel, zou ik hem echt anderhalve minuut doen. Het effect kaassoufflé wil je niet. Daarnaast wil je ook gewoon echt wel een sterke nagel bouwen. Ook omdat hij full cover wordt. En wat ik je ook nog mee wil geven is, als je deze art doet op een, tijdens een nabehandeling, doe dan wel een inputslaagje of blush, blush glossy, of de rubber base, of in ieder geval een kleerproduct eronder. Want tijdens je volgende behandeling loop je anders tegen het zwart aan. En dat wil je niet. Ja, dus je wil eigenlijk een transparant laagje eronder hebben. Zodat je als je gaat terugveilen over 4 weken, dat je gewoon die bufferlaag hebt voor je vel. In plaats van dat je dat zwart helemaal van die natuurlijke nagel af moet krijgen. Ik heb wel een zwarte acryl op mijn eigen nagels gedaan. Dat is ongeveer 9 maanden blijven zitten. Want zo lang duurt het voordat je nagel is uitgegroeid. Dus dan ben je wel heel erg in de black vibe. Of misschien zou Jessica dat dan weer heel erg fijn vinden. In ieder geval, ik zie dat de tip uit de lamp is. Dus ik ben benieuwd. Want je ziet het dus pas als je die folie verwijdert. Klopt. Nou moet ik zeggen dat als je het thuis doet, dat je het wel beter ziet. En hier door al die schittering zie je het haast niet. Maar als die er nu afgaat, hoop ik dat je het beter kan zien. Ja. Ja. Kijk. Cool. En dan gaat het erom dat je het verschil in hoogte ziet. En zo kan je... Oh, kijk. Ja, dus je hebt eigenlijk een soort maanlandschap gemaakt. Ja. En op deze manier heb je dus verhogingen en kuiltjes. En in de kuiltjes ga je de gold foil neerleggen. En dat kan natuurlijk een gold foil of zilver, of dat maakt op zich niet uit. Ik heb nu gekozen voor de gouden, omdat ik de combinatie zwart met goud vind ik altijd wel heel erg luxe. Dus die gaat erin. En zoals ik al zei, die pak ik dus met het plakkerige gedeelte van mijn woodstick.
Hier heb ik hem net mee gemengd. Mm-hmm. Die maak ik schoon. Ik heb eigenlijk altijd ruzie met de goldfoil. Dat hij eigenlijk nooit blijft plakken. En dan blijft hij eindelijk plakken aan het pincet. En dan vervolgens blijft hij niet plakken aan je nagel. Dus, en op deze manier, dit werkt echt voor mij geweldig. Cheryl zegt dat ze zwart met goud ook een erg mooie combinatie vindt. Ja. Volgens mij was een van de eerste nagels die Cheryl voor Nail Talk Live heeft gemaakt ook een combinatie van zwart met goud, als ik me het goed herinner. Ja, dat is echt heerlijk. Oké. Nou. Ik heb nu in het dopje heb ik een klein beetje neergelegd. En als ik hem zo pak, dan blijft hij dus ook netjes daar aan zitten. Ja. Dat is wel fijn. Nou, ik weet nog wel, vroeger, als ik dit dan met acryl deed, Angelique, dan deed ik dat met een acrylpenseel. Maar dan ging je dat dus contact maken en dan. Dan werd het één groot, heel klein klontje. Juist. En dan pakte je een nieuw stukje en dan. Juist. Dat was heel irritant. Ja, je kan het ook niet goed inderdaad bevochtigen, want dan kruipt het bij elkaar. Nou, ik ga nu de kuiltjes ga ik opvangen of opvullen met de goldfoil. En die ga ik er echt inleggen. Dus het is wel een klusje wat wel secuur moet. Aan de andere kant, je hoeft dus niet ieder klein stukje hoefje op te vullen. Maar in principe, terwijl ik dat doe, kan je misschien iets anders vertellen? Hoor, dan kan ik natuurlijk wat het huiswerk vertellen. Dat is misschien wel handig, terwijl ik lekker naar de comments aan het kijken ben. Ik heb alleen nog één vraag. Die Power Gel heeft nog genoeg plaklaag voor die folie om aan te hechten? Ja, ja, plakt gewoon nog steeds. Oké, nou dan is het helemaal goed. Dan is voor mij alles duidelijk. Ja, vanavond hebben we natuurlijk ook weer huiswerk. Hè? En het huiswerk culmineert weer in een prijs. Eerst even kijken, wat is het huiswerk? En niet alleen voor Priscilla. Maak op 5 tips een inlay design met de getoonde techniek. Gebruik hier ook de foil in. Dus je moet wel de gold foil gebruiken vanavond. Want ja, dat is natuurlijk het onderwerp van de show. 5 tips en gebruik dus de techniek die je ziet. Dat kan de huishoudfolie zijn, maar dat kan ook de techniek zijn die je later ziet. En daarnaast mag je natuurlijk helemaal creatief zijn. Je hebt daarvoor 2 weken de tijd, dat wil zeggen tot en met 11 september. En natuurlijk weten jullie, je moet je huiswerk insturen via de link die je kunt vinden in het album genaamd Gold Foil Inlay. Zijn er verbeterpunten, wordt er contact met je opgenomen door Jessica. En vergeet ook niet je step-by-step foto's en 1 eindresultaat van al je designs samen als huiswerk in te sturen. Doe je dat, krijg je natuurlijk jouw e-certificaat, maar je maakt ook kans op deze hele mooie prijs, geselecteerd door Angelique. Het gold foil kitje, omdat je nooit genoeg goudfolie hebt, of bladgoud hebt. De glass gel polish blue, white fiber coat gel, dus ik ben benieuwd waarom die in het kit zit, want ja, waar is die dan voor? En het puntpincet, oftewel het rosé golden puntpincet, wat we heel veel gebruik. Ik ben gek op het puntpincet. Ik heb in al mijn tassen een puntpincet. Ja, je moet maar een verslaving hebben, hè. Nou ja, in ieder geval, dat is dus de opdracht deze week. 5 nagels, je hebt daar 2 weken de tijd voor. Stuur ze in en je maakt kans op een hele mooie prijs. Maar je krijgt natuurlijk ook je e-certificaat. Kun je verder nog van ons verwachten tijdens e-workshops van Nail Talk Live? Volgende week maandag is het natuurlijk de eerste maandag van de maand september alweer. Dit jaar is echt voorbij gevlogen. Het is bijna beantwoord. En dan gaan we een hele avond het hebben over blush babe worden. En dat gaan we doen samen met Luelle en Sylvana. We zijn samen in de studio en we gaan praten over de verschillende opleidingsmogelijkheden. Het blush concept, hoe je dat dus moet neerzetten. En hoe zich dat in de afgelopen tijd heeft ontwikkeld. Een week later, dat wil zeggen op 11 september, zit Cerise aan de overkant aan de techtafel. En dan gaat het over de nieuwe producten die wij gaan lanceren tijdens het kortingsweekend om 16, 17 en 18 september. Want dat is dan dus dat weekend. Cerise zit aan de overkant, laat alles zien en we hebben heel veel hele leuke dingen om aan jullie te laten zien. En vooral ook dingen waarmee jij als moderne nagelstylist nog sneller een mooier resultaat maakt. Een week later is het de beurt aan Henriette. Zij is in Nederland voor haar VIP-training en ik heb haar gevraagd of ze op maandagavond samen met mij de e-workshop wil doen. En het thema daarvan is Sweater Weather. Dus eigenlijk een beetje die kabelbaanstructuren die we een tijdje geleden ook zagen. Dus een beetje het relief van een trui. En dat dan uitgevoerd met onze producten. En natuurlijk met de speciale het sausje van Henriette wat er overheen gaat. Dus ik weet zeker dat het een superleuke avond wordt.
Een week later zijn we dan er alweer toe aan de laatste van de maand september. En dat gaat over het Magnetic wedstrijdteam. En de captains zijn te gast, namelijk Michelle Taribuka en Aletta. Beide hebben ze ervaring met wedstrijden. En door hun vraag en door hun ideeën hebben we besloten een Magnetic wedstrijdteam te ontwikkelen. En hoe dat in elkaar zit, hoe jij daarin kunt deelnemen en wat daar het doel van is, dat gaan we je allemaal vertellen op die maandagavond 25 september. Dus dat betekent heel veel verschillende dingen in de maand september voor ieder wat wils. Trouwens, deze maand heb je ook nog natuurlijk het product van de maand en dat is Rubberbase. Tot en met 31 augustus heb je daar nog 20% korting op. Vergeet dat niet, dat is een heel mooi product om te hebben. Nog één mededeling voordat we terug gaan naar Angelique. Vanaf september beginnen we weer met de koopzondagen. Dat wil zeggen iedere eerste zondag van de maand, met uitzondering van zon- en feestdagen. Zondagen natuurlijk wel, met uitzondering van feestdagen. Ik ben een beetje mijn snor trekt ervan in een krul. Maar met uitzondering van feestdagen beginnen we vanaf september, de eerste zondag van iedere maand, is het koopzondag bij Magnetic in Soesterberg. Van 10 tot 4. En wat kun je nou verwachten tijdens de koopzondag? Ten eerste krijg je 10% korting op het assortiment. Je is altijd natuurlijk de mogelijkheid je cursusinformatie te krijgen van Miranda. Dus je kunt ook kortingen krijgen op cursussen tijdens het koopzondag. En we hebben een speciaal nieuw concept, de sit-down demo van Aletta. Wat houdt dat nou in? Aletta zit aan de tafel in de winkel met alle nailartspullen om haar heen. En je kunt lekker bij haar aan tafel gaan zitten met jouw vragen en met je ideeën en met je wensen. En zij gaat jou dat laten zien, maar je kunt ook zelf aan de slag gaan. Dus denk je nou op een zondag, nou het is een beetje een druilerige dag of de kinderen zijn allemaal druk bezig met van alles. Ik heb zin in even een uurtje of twee voor mezelf. Ben je altijd welkom om naar Soesterberg te komen. Suzy is er ook met een lekker hapje. We hebben natuurlijk koffie, thee en lekkere drankjes en heel veel inspiratie en ideeën. Allemaal op zondag in Soesterberg. Nou, zo wordt Soesterberg nog eens een keertje het kloppend hart van Nederland. Nou, in ieder geval, veel verteld. Ik ga terug naar Angelique en ik ga kijken of jullie nog vragen hebben gesteld. Onwijs leuke dingen komen eraan allemaal. Ik heb er helemaal zin in. Wat heb ik in de tussentijd gedaan? Als je kijkt naar de tip, dan juist. Ik heb overal her en der heb ik stukjes goudfolie neergelegd. En de goudfolie, die ligt dus niet in ieder deukje. Dat ligt een beetje bij de ene wel, bij de ander niet. En dat is dus ook nodig. Want een gedeelte willen we dus opvullen met de folie. En een gedeelte, daar komt powergel. En een ander gedeelte komt weer een kleerproduct. Ik heb op de plaatsen waar de folie ligt, daar heb ik een kleerproduct nodig. Want als ik de nagels strakjes ga afbouwen en ga cappen, dan wil ik wel dat de folie wel zichtbaar is. Dus dat ga ik doen. En dan ga ik met mijn detailer 3. Naar mijn idee is dat het perfecte penseel om deze stap te doen. Ga ik overal waar het goud ligt, ga ik een beetje kleerproduct leggen. En dat kan het makkelijkst met een gel, omdat hij er lekker in loopt. Je zou dit ook met de blush kunnen doen, met eigenlijk ieder, met een standaard builder clear. Eigenlijk alle doorzichtige producten kan je daarvoor gebruiken. En welk doorzichtig product gebruik jij nu? Ik heb nu de standaard builder clear. Ja, en je doet echt blokje voor blokje? Ja, blokje voor blokje. Deze heb ik nu gehad. Dus nu ga ik hier. Mag ik een vraag stellen? Want als ik dit zou doen, weet je wat ik dan zou doen? Dan zou ik denk ik eerst een heel dun strijklaagje van iets aanbrengen over die hele nagel. En dan een joekel van een bol erop gooien, transparante gel. En hem dan laten uitlevelen. Waarom doe jij het op deze manier? Om meer controle te houden? Wat is je idee daarachter? Dat is bewust. Ik heb meerdere Colourpops meegenomen waarbij jullie ook het verschil in dit effect kunnen zien. Als je het dus doet zoals Pepijn zegt, je krijgt echt een ander effect. En het is ook een leuk effect, maar een ander effect. En ik vind deze techniek vind ik het mooist, omdat je bij deze ook heel erg veel diepte krijgt. En zou je hem in zijn geheel cappen, heb je dat niet. Oh. Nou, oké. Je gaat dus ieder vakje in. En hoe doe je dat dan met de zijkanten? Daar ligt geen folie.
Dus nee. Daar hoeft dan ook geen clear gel. En daar ligt ook geen zwart product. Dus ja. Het is echt alleen maar op de gouden vlokjes. Daar leg je de gel neer. Dus je kept eigenlijk meer de stukjes folie. En dan gaat hij de lamp in. En hou je dan rekening mee dat hij wel overal tot aan de punten van de bergen komt, zeg maar? Of hou je meer rekening met wat je als toekomstige bolling van de nagel wil zien? Dat bij de een is hij wat dikker, bij de ander is hij wat dunner. Maar dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Als je gaat kijken naar de technische opbouw van de nagel, zou je sowieso willen dat hij bij de apex wat hoger ligt. Maar dat hoeft niet echt. Ook omdat het een heel grillig design is, maakt dat ook niet uit. Oké, maar je moet natuurlijk hem straks wel veilen. Ja, maar ik ga hem hierna, ga ik hem ook cappen met een ander product. En daarmee zorg ik dat de technische opbouw van de nagel klopt. Oh, dus ik hoef me daar nu nog helemaal geen zorgen over te maken. Het komt allemaal goed. Oh, nou, oké, dat is fijn. Ik lees net dat Gemma op de 17e september de cursus Blush Intense heeft samen met Veronique in Soesterberg. Wat superleuk is, want tijdens dat weekend hebben we het kortingsweekend. Ja, de oplettende kijker heeft dat natuurlijk al op de website gezien. We hebben het ook al eerder genoemd. Maar op 16, 17 en 18 september hebben we het kortingsweekend. En dit kortingsweekend, in tegenstelling tot de koopzondag, is zowel online als in onze winkels. De koopzondag is alleen in Soesterberg in de winkel. Ik moest het nog eventjes verduidelijken. Maar in ieder geval, in Soesterberg, Kaatsheuvel, Weert en bij onze distributeurs op 16, 17 en 18 september het kortingsweekend. En wat houdt dat kortingsweekend nou in? Laten we even gaan kijken. Het kortingsweekend is dus op 16, 17 en 18 september. Je krijgt dan 25% korting op alle gel polish, 15% korting op het vertrouwde assortiment en 10% korting op elektrische apparatuur. En die kortingen zijn zowel online als in de winkels, maar de nieuwe producten zijn wel uitgesloten van deze korting. Nou, dan kun je natuurlijk naar de winkels komen, want we noemen het kortingsweekend. Eigenlijk is het een soort open huis. En in de verschillende winkels organiseren we verschillende dingen. Nou, in Soesterberg organiseren we natuurlijk het Soesterberg-programma. Dat is op zaterdag en zondag en het is natuurlijk met gratis demo's van Aletta. Die zit lekker beneden weer aan die tafel in de winkel. Ze neemt alles mee. En Syriza is er ook met de nieuwe producten. En Syriza demonstreert dus ook. Dus wil jij een keertje een nagel hebben van Syriza, kom dan naar Soesterberg toe en laat een demonagel zetten door Syriza of kijk mee bij de art van Aletta. We hebben ook een Rad van Fortuin waarmee jij kortingen kunt draaien op cursussen waar jij je voor inschrijft. En zelf sta ik op de winkelvloer om je te helpen. Natuurlijk, achter de schermen zijn we dan druk bezig om al jullie online bestellingen te verwerken. En Suzy is er met een hapje en een drankje om de inwendige mens te verwennen. In Soesterberg is dat dus het programma, het hoofdkantoor. Maar zit je nou in het zuiden van Nederland, kun je natuurlijk ook naar Kaatsheuvel. En in Kaatsheuvel heb je op zaterdag en zondag de kans om een workshop bij te wonen van Anjo. En die workshop is zaterdag Autumn Animal Designs en op zondag Sparkling Flake Designs. Dus twee verschillende gratis workshops waar je kan deelnemen. En natuurlijk het hele Brabant team staat voor jou klaar. Dat wil zeggen Linda, Kelsey, Louwelle en Demi zijn er om jou te helpen en jou te adviseren. En de kortingen gelden natuurlijk ook in Kaatsheuvel, net als in Soesterberg. Dus zit je onder de rivieren, ga lekker naar Kaatsheuvel. Zit je nog lager of wil je een keertje onze mooiste flagship store bezoeken? Dan moet je natuurlijk naar Weert. En in Weert wordt het kortingsweekend gevierd op zaterdag en zondag met een leuke nail art demo van Deborah. Dus Deborah gaat gewoon lekker demonstreren met alle producten. Maar Deborah is er niet alleen, want Cindy gaat mee met Deborah en Cindy staat op de vloer in de winkel om je te adviseren. Dat doet ze samen met Chrisje. Chrisje is onze nieuwe kracht in Weert. Superleuk. En Natasja is er natuurlijk ook om de kassa te verzorgen. Natalia zorgt voor een hapje en een drankje, dus het hele team in Weert is compleet. En zo zie je dat waar je ook in Nederland zit, je kunt genieten, je kunt shoppen met korting, je voorraden aanvullen, natuurlijk ook online, leuke inspiratie opdoen en gewoon even een gezellig moment voor jezelf. Dat is het kortingsweekend. Bijna staat het voor de deur. Nou, intussen moet het zijn uitgehard. Laten we even gaan kijken bij Angelique. En welk product ga je dan nu gebruiken? Hij is inderdaad uitgehard. En nu ga ik dus aan de slag met Power Gel. Ik kies een kleurtje bewust die dekkend is. En ook daar ga ik jullie strakjes nog verschillen in laten zien. Wat er dus gebeurt als je bijvoorbeeld een extender zou kiezen of een frosted pink.
Dus ik heb nu een best wel behoorlijke bol nude. Ja. Een beetje afhankelijk natuurlijk vanaf welke lengte je gaat bouwen en wat voor soort nagel het is. Het is in ieder geval wel heel erg belangrijk dat je genoeg product hebt. Nou, ik ga nu hem cappen met de nude. Pas heel even de camera ietsjes aan, maar ik denk dat ik hem zo wel heb. Ja. Top. Oké. Ik plaats eerst de power gel in een bolletje. Daarna maak ik er een pannenkoekje van. Voor iedereen die de lessen heeft gevolgd, die kan dit natuurlijk dromen. En dat is dus bij deze nagel ook niet anders. Op het moment dat deze aansluiting ligt, zou ik op de natuurlijke nagel nu de cuticle area gaan aansluiten. Dat hoeft bij deze hoeft dat niet heel erg, omdat het natuurlijk een tipje is en dat gaat sowieso altijd heel erg makkelijk. Nu ga ik hem er overheen trekken. En daarbij ga ik zorgen dat er aan de zijkanten van de tip meer product ligt. Want hier ligt geen verdikking van het zwart. Hier wel en hier weer niet. Dus nu ga ik de nagel zeg maar egaliseren. En dat doe ik met een trekkende beweging. Ik zou dit best spannend vinden. Hoe dat zo? Omdat je het niet meer ziet. Maar goed, ik ben natuurlijk ook een ouderwetse nagelstylist. Ja, en dat is juist leuk, want dan heb je strakjes een onwijze prijs. Ach, Magda zegt ook, oh no, Angelique, covering it. En yes. Cindy zegt ook, oh, dit vind ik best spannend. En daarom is het dus ook zo belangrijk. En daarom heb ik daarnet ook echt duidelijk geprobeerd te laten zien wat je moet doen qua relief, waar je de flakes neer of de foil neerlegt, de gel die er overheen moet. En dit stukje, dat luistert best wel nauw. Maar als je het echt volgens deze stapjes doet, je ziet niks meer, maar uiteindelijk komt het echt goed. Als je, ik weet niet of jullie dat kunnen zien op de camera. Ja. Hieronder zit een... Hier steekt hij een beetje uit. En dat is dus dat ik daar te veel relief heb gemaakt. Ja. En dat is op zich niet erg. Ga nou niet die hele nagel onwijs dik opbouwen om dit weg te krijgen. Want als je nu kijkt hoe ik de nagel nu heb opgebouwd, zou eigenlijk gewoon al een prima gladde nagel zijn. Zonder onwijs heftige apexen en dikke gedeeltes. Dus je moet wel in oog houden dat de nagel uiteindelijk ook wel op een nagel gaat lijken. En op deze manier gaat hij de lamp in. Ja, Rianne zegt het is waanzinnig spannend. Ik zit vrijwel zonder adem te kijken. Laat staan als ik het moet gaan doen. En ik moet ook zeggen, Priscilla zegt en dan veilen, veilen en nog eens veilen. Het wordt heel gaaf, zegt Etty. Maar even voor mijn duidelijkheid. Je moet dus nu je niet te veel laten afleiden en maar bijdoen en bijdoen en bijdoen en bijdoen. Je moet eigenlijk een soort doorheen kijken van is deze nagel nu in correcte proporties? Want als je er natuurlijk alleen maar bij gaat doen, dan is het op een gegeven moment echt een Himalaya. Klopt. Je moet niet echt een hele dikke nagel maken. Je moet echt in de gaten houden met hoe zou ik normaal die nagel bouwen qua apex, qua dikte, qua hairline. En dat is dus hetgeen waar je op moet focussen. En je moet eigenlijk door het zwarte relief heen kijken. En als je strakjes het eindresultaat ziet, dan wordt het hopelijk een stuk duidelijker. Omdat het je kan nu niet zien wat je doet, maar het komt echt goed. Ik krijg van Teuntje de vraag of er tijdens het kortingsweekend ook korting is op de blusjes. Jazeker, 15% korting op de blusjes. En Daisy Vonk zegt dat ze helemaal van Texel moet komen, maar ze wil wel langskomen tijdens het kortingsweekend. En ze heeft familie wonen in de buurt van Hilversum, dus dat is ook wel handig.
Dat, dan zien ze elkaar ook weer. En Chantal Chatre zegt, weer eens te laat. Eerste werkdag na de vakantie, was even na het werk in slaap gesukkeld. Eerste gedeelte kijk ik straks even terug. Maar het is toch heerlijk af en toe om gewoon lekker in slaap te sukkelen na zo'n drukke werkdag. Ah, kan ik zo van genieten. En Irene Vossen zegt, ja, ze is te laat. Maar Masterchef Australië was ook leuk. Nou, we worden in ieder geval met een leuk programma vergeleken. Dus dat begrijp ik helemaal. En Irene, je weet het, je kunt altijd terugkijken. En ja, nee, ik ben wel. Ja, Chantal zegt ja, dat ze helemaal gebroken is na die eerste werkdag. Royal Bless zegt, Love Magnetic, een en al liefde, liefde op het eerste gezicht. En ze vroeg ook al eerder, geloof ik, of ik naar Weert kon komen een keer. Dat doe ik heel graag. Maar tijdens het kortingsweekend moet ik natuurlijk gewoon op kantoor zijn. Hè? Want ik ben wel aan het rennen en vliegen. En overal waar hulp nodig is, moet ik helpen. En we doen dat altijd met elkaar. Het is echt een heel leuk moment van het jaar. Waar ik heel erg naar uitkijk. En tijdens het kortingsweekend lanceren we natuurlijk ook de nieuwe producten. Die zijn dan uitgesloten van de korting, maar het is wel het moment, de lancering. En we hebben dit keer heel veel hele mooie nieuwe producten. Daar gaan we jullie dus 11 september meer over vertellen. En ik denk dat ik volgende week alvast een tipje van de sluier kan oplichten. We gaan terug naar jou. Hij is uitgehard en ik heb hem afgenomen met een beetje prep en wipe. En dan ziet hij er dus zo uit. Nu ga ik hem veilen. En je bent geneigd om heel erg veel door te veilen. Zoals je ook bij een strakke French reverse zou doen. En dat is dus niet de bedoeling. Dus de opmerking veilen, veilen, veilen. Dat is dus niet zo. Eigenlijk, omdat hij al redelijk in model is, hoef je niet heel veel te veilen. Nou, ik ga gewoon in lange banen ga ik hem veilen. En daarbij gebruik ik een pompdispenser met prep en wipe. En waarom doe ik dat nou? Op het moment dat ik hem dus nat spray, kan ik ineens zien wat er gebeurt. Is ook een soort milkbath-achtig effect. Ja. Leuk. Nou, en op deze manier ga ik dus veilen kijken. Veilen kijken. En nu ga ik eigenlijk nog niet eens meer letten op mijn design, maar eigenlijk gewoon op de technisch correcte nagel. Ja, ik hoor ook in mijn oor van de regie dat hij begrijpt waarom je zwart aan de basis hebt gedaan, want dan zie je het natuurlijk goed. Doe je dit natuurlijk met een lila, ja, dan is het een beetje lastig om te zien, denk ik. Juist. En dat is dus ook een van de voorbeeldtipjes die ik ga laten zien. Wat gebeurt er op het moment dat je geen contrasterende kleuren gebruikt? Ja, dan valt het effect weg. Gemma vraagt of je bewust voor de nude hebt gekozen en waarom niet met Frosted Pink? Ze is namelijk helemaal verliefd op de Frosted Pink. Ik deel die liefde, Gemma. Ja. Deel hem. Ja, ik zou hem met die kunnen maken, maar dan zou je wel bijvoorbeeld moeten werken met een witte basis. De Frosted Pink is semi-transparant en dan zie je het dus niet goed. Ik heb er ook weer een voorbeeldje van. Nou. Dus ook dat kan ik laten zien. Nou, als ik nu ga kijken. Een beetje stof weg. En in principe heb ik niet heel veel velwerk gehad. Maar nu kan je dus, even kijken. Grappig. Nu zie je dus en het relief. Wacht. Hij moet even scherp stellen. Ik wou net zeggen. Moet even de tijd geven. Nu zie je en het relief. Moet je naar het midden toe? Ja, kijk, daar komt hij. Nu zie je dus de strakke lijnen van het huishoudfolie. En daar zie je dan vlokjes met goud in. Nu kan ik nog een beetje verder veilen, want dan komen er nog meer delen omhoog. Ja, ik vind het heel spannend. En zo worden al die nagels natuurlijk net iets anders. Ja. Alette zegt ook, het heeft zoveel diepte. Echt prachtig. Demi Aert zegt, oh leuk. Bianca zegt, leuk. En Royal Bless zegt, ik heb alle kleuren aangekocht en in tube en pot om voor mezelf te kijken wat het fijnst werkt. Dat is inderdaad heel persoonlijk. Dat is een goed idee. Gemma vindt het cool. Karen zegt, wauw. Chrisje zegt, tada. En Cindy zegt, leuk om een keertje een workshop op locatie in Deer te doen, zegt ze tegen Aletta. En Mandy zegt, hoi hoi allemaal, ben er eventjes vanaf mijn vakantieadres in België. Maar kijk natuurlijk alles weer terug. En zojuist schakelt ook Katrien Magnetic in. Hi Kaat.
Ja, we zijn nog niet aan de winnaars. Nee, nee. En ik ga niet alles verklappen. Dat mocht ik niet, dus dat doe ik ook niet. En Lidie Adink zegt, oh, echt heel gaaf. Lijkt wel marmer. Super gaaf, zegt Etty. Nou, ik moet inderdaad, ik snap de vergelijking met marmer. Oké, nou, hij is zover. Ik doe hem even buiten beeld nat sprayen, want ik denk dat hij daarom dus niet meer focust. En Cindy zegt, wat een leuke surprise nagel, alsof je een cadeautje uitpakt. En Gil zei al in mijn oor, wat ook wel vet zou zijn als je goed zou kunnen handpainten, dat je dan er een skull op schildert. En aan de ene kant kun je daar wel doorheen kijken en dan kijk je in die diepte en aan de andere kant niet. En dan moet ik meteen denken aan de reddertjes van Disney, die dan met die skull en die diamanten en dan moeten ze door die schedel heen. Ja, dan ben ik weer eventjes gewoon 4 jaar oud. En dat is best leuk op zijn tijd, als je gewoon zomaar eventjes 40 jaar jonger bent. En Hul, we gaan terug naar jou. Je hebt hem lekker stofvrij gemaakt, dus dat betekent dat wij wat meer kunnen zien. Juist. Ik ga hem nu aflakken en dan kan je echt zien wat er nu gebeurt in die nagel. Dat doe ik met Supreme Finish, gewoon omdat dat gewoon mijn favoriet is. In principe zou iedere topgel gewoon kunnen. Ja, dit is wel geinig. Dit is wel cool. Ja, je zou er ook nog bouillons bij kunnen leggen. Dat zou ook nog kunnen, alleen dan niet op een natuurlijke nagel, omdat die dan te dik is. Bij het volgende design ga ik werken met een fibercoat. En dat werkt niet, dan krijg je te veel dikte. Want ook dat heb ik natuurlijk al geprobeerd. Nou, je bent wel echt van het proberen. Alles ja, is geprobeerd. Dat. Jessica kijkt ook nog eventjes mee. Stephanie vindt reddertjes ook zo leuk. Deborah zegt in kangoeroeland. Ja, dat was deel 2. Jessica wordt nog even gefeliciteerd door Gemma met haar dochter. Nomia, van harte gefeliciteerd, Jess. Henriette schakelt in. Ik sla door volgens Karin met reddertjes. En Gillian dacht vast niet aan de reddertjes, zegt Marja in de comments. Nee, dat denk ik ook niet. Nee, hij weet niet eens waar ik het over heb. Ja, ik moet hem een keertje die film laten zien. En even kijken, Deborah vindt het idee van bouillons ook heel erg leuk. Dit is zo mooi, zegt Rianne. Agnes zegt, wauw, dat is mooi. Ik heb het begin gemist, maar ga dit zeker terug kunnen kijken. Zo gaaf dit, zegt Priscilla. Magda vindt hem helemaal nice. Mag het huiswerk ook Colourpops? Graag even kijken, lak je nagels. Graag zelfs. Het is een stuk makkelijker als je deze techniek sowieso op een Colourpop gaat oefenen. Daarnaast, als je het dus ook op Colourpops doet, dan heb je ook meteen een voorbeeld voor je klanten. En dan kan je die ook meteen in je salon showen. En je, Priscilla vraagt, wil je voor het huiswerk alle designs zien of mag het één design zijn? De getoonde technieken moet terugkomen, hè? Ja, de getoonde technieken moeten terugkomen. Dus wel echt 5 nagels of full cover. Of zoals de volgende techniek die hierna komt. En dat mag 5 keer full cover en of 5 keer voor de helft. Een combinatie daarin is ook goed, maar wel echt 5 volledig. Dus niet vals spelen en een andere nagel ertussen. Oké, ik heb het even opgeschreven voor mezelf. Nou, ik denk dat hij dan klaar is. Ja, hij is klaar. En... heel mooi. Als je nu kijkt, dan zie je dat er een diepte in zit op meerdere punten. Je hebt stukjes goudfolie wat helemaal bovenaan ligt. Dat zie je heel goed. Dan heb je gedeeltes waar de goudfolie bedekt is met een nude. Dat is bovenaan te zien. En eens kijken of ik iets heb om aan te wijzen. Wat dat betreft werkt dat nog steeds hetzelfde. Hier zitten gedeeltes die zijn meer bedekt. Hier is die weer meer zichtbaar. En op die manier krijg je inderdaad wel een soort met van marmer effect. Anja zegt het is net een goudmijntje. Nou, inderdaad. Ja, dat is nog leuk bedacht van jou, Anja. Grappig gezegd. Heel mooi, zegt Sherinda. Zo mooi, zegt Etty. En Chantal Chatrier is ook pas 20 met 27 jaar ervaring. En Lakje Nagel zegt, zou je het effect van het midden ook langs de randen kunnen doen, zodat je het ziet in de gehele nagel? Dus een echt full cover. Dat zou kunnen.
Als je dat doet, krijg je misschien wel problemen met de opstaande randjes. En daarom, als je dat doet, de nagel is aan de zijkant natuurlijk altijd dunner als bovenop. Dus zorg dan ook dat je relief laag blijft. Maar dan kan het wel. En ik heb dan bewust gekozen om hem in het midden te centreren en daar de focus op te leggen. Sowieso als je dat van boven naar beneden doet, zorgt dat ook voor een slankere nagel. En waar je wel kans op hebt, is dat als je het zeg maar over de hele nagel doet, dat hij dan een beetje heftig en log lijkt. Maar het zou kunnen. Ik heb voor jullie ook een aantal andere voorbeelden. En dat is deze. Als je dus de techniek doet in één geheel, met een laagje fibergel standaard builder clear over je relief en over je goudfolie heen. En je gaat dus niet echt met een detailer 3 netjes de gaatjes opvullen. Dan krijg je dus dit effect. En dat komt dus omdat hij dan geen diepte meer heeft. Dus je ziet hier dat er wel overal een laagje... Kijk, dat is beter. Je ziet hier dat er wel overal goudfolie ligt. Ja. Er ligt overal een dun laagje bedekkend gedeelte overheen. In de zin van, volgens mij zit hier de Power Gel Extender overheen. Of de Frosted Pink zou ook nog kunnen. Maar dan pakt hij hem dus niet helemaal zoals die hoort. Je krijgt geen diepte meer. Je krijgt alleen maar scherpe lijnen. En dit is een leuk effect. Maar niet hetgeen wat de bedoeling is. Dus vandaar dat je hem echt meerdere laagjes moet opbouwen. Ja, want je moet die transparantie erin hebben. Juist. Die zelfs onder die nude, als daar natuurlijk clear onder zit, dan wordt die nude natuurlijk relatief dunner, waardoor je een transparante beweging krijgt in je design, die je niet zou hebben als je er gewoon rücksichtloos iets overheen smeert. Juist. Ja, interessant. Dan heb ik nog een voorbeeld. En dat is met de Frosted Pink. Mensen vinden hem wel heel mooi, hoor. Anje van Esch zegt, dit vind ik toch ook echt heel mooi. Het is inderdaad ook heel erg leuk. En dan hebben jullie dus nu ook meerdere manieren hoe je hem dus nu ook kan doen. Want dit is echt alleen maar een volledige gellaag over je folie heen. Nou, als je dan naar deze gaat kijken, dat is een Frosted Pink. En daarbij heb ik een mixje gemaakt van de I Need Lipstick. En de I Need Lipstick heb ik ook gemengd met Power Gel Clear. Alleen heb ik hem te transparant gehouden. En dan is het ook... Het contrast is niet mooi. En dat is heel moeilijk te zien op de camera. En ik heb ook niet goed gewerkt met de hoogte. Ik heb het relief te laag gehouden. En daarnaast heb ik te weinig clearproduct gebruikt over mijn folie, waardoor die dus, in tegenstelling met deze, hier komt hij er heel erg naar boven, de gouden folie, en hier haast niet. Dus je moet echt in de kuiltjes werken. Ja, nou vind ik het alle twee echt leuk. Ja. Het is anders, maar het is echt leuk. Ja, het is echt heel leuk. En eigenlijk alle technieken die je vandaag ziet, dat is allemaal goed. Alleen, ik heb gekozen voor die, dus daarom krijgen jullie daar ook de hele duidelijke uitleg van. En dan heb ik de ander die ik dus net heb gemaakt. Die heb ik ook nog als voorbeeldje. En op deze manier zet ik dus ook alle voorbeelden voor in mijn salon. En die doe ik gewoon aan een kleurenring. En op die manier kan ik dus ook verschillende techniekjes laten zien aan mijn klanten in verschillende kleuren. Soms heb je een onwijs leuke art en vindt je klant hem geweldig, alleen dan in een andere kleur. En dat kunnen ze dan niet goed visualiseren. Dus vaak als ik artjes maak, dan doe ik dat ook op deze manier. En dan heb je meteen eigenlijk 3 dezelfde artjes, maar dan op een andere manier. Leuk idee om dat op die manier te doen. Ja. Zullen we hier even een screenshot momentje van nemen? Hou hem lekker goed vast. Ja. En misschien die erbij, deze. Inderdaad. Ja. 3, 2, 1, screenshot! Heel erg leuk. Ik vind het heel erg leuk. Ik weet niet welke ik het leukst vind. Ik weet het eigenlijk niet. Ze zijn allemaal heel anders. Het is heel erg leuk. En bij deze is de transparantie van de Frosted Pink kan wel. En dat zie je op het beeld, zie je dat niet heel erg goed. Maar hij schijnt een beetje door.
En daarom zou ik er niet voor kiezen om dan deze kleur te gebruiken bij een klant. En op een Colourpop kan het. Zou je een nabehandeling doen waarbij een nude de basis is, zou het weer wel kunnen. Dus je mag echt goed gaan spelen met de kleurtjes, de mengsels en de uiteindelijke resultaten. En gewoon helemaal ook je eigen ding ervan maken. Priscilla Zuidema vraagt, zou het ook kunnen met de Sparkling Pink Power Gel? Dat zou ik niet doen, want die is heel erg transparant. En op het moment dat ik een relief maak en die vul met de Sparkling Pink, dan zie je dus bij deze, zou je dus volledig het zwart er doorheen zien. En dan zie je dus eigenlijk een zwarte vlek met Sparkling Pink eroverheen. En daarom moet die dus ook dekkend zijn. Ja, en eigenlijk alles wat glittert of shimmert, dat komt naar boven. Dus ja. Visueel gaat dat vechten met elkaar. Ga je naar die glitter van die sparkling kijken? Of ga je naar die vlee kijken? Of waar moet ik naar kijken? Nooit te veel glitters bij elkaar doen. Ja. De consensus is wel in het algemeen dat men de middelste met de frosted pink toch stiekem het leukst vindt, om Tiffany te citeren. En dat vindt Gerry eigenlijk ook wel. En dat vindt heel veel mensen. Ja, roze doet het altijd goed. Het is alleen, als ik jullie deze had laten zien, deze was echt al heel moeilijk te zien. En deze was echt gewoon niet te zien geweest op camera. Want het glittert hier allemaal zo erg, dat het wordt heel erg onduidelijk. Nou, heel erg mooi. Anja van S zegt, wat grappig hoe alle smaken verschillen. Ik vind de onderste namelijk het mooist. Ik vind die ook wel wat hebben. Die is wat meer stoer, wat meer... Ja. Nou, in ieder geval, jij moet natuurlijk je huiswerk kunnen maken. En dan moet je wel even weten wat je moet doen. Dus wat is het huiswerk deze week? Maak 5 tips en maak erop een inlay design met de getoonde techniek. Dit was dus 1 van de technieken, zo direct komt de tweede. En gebruik hier ook de gold foil in. Dus niet alleen huishoudfolie, maar met name ook de gold foil die je daarin moet gebruiken. Je hebt daar 2 weken de tijd voor, dat wil zeggen tot en met 11 september. En je stuurt natuurlijk je huiswerk in via het album genaamd Gold Foil Inlay. Jullie weten, het zijn verbeterpunten, neemt Jessica contact met je op. En vergeet ook niet de step-by-step foto's en 1 eindresultaat van al je designs samen als huiswerk in te sturen. Doe je dat, krijg je over 2 weken natuurlijk jouw e-certificaat. Maar je maakt ook kans op weer een hele leuke Nail Talk Live prijs. En dit keer is dat gold foil glitter set kitje. Een blauwe glass gel polish, fibercoat white. En die fibercoat kun je op heel veel manieren gebruiken. En het puntpinset. Mijn favoriete puntpinset. Hele huis ligt vol met puntpinsetten. En onmisbaar. Echt ideaal, ook als je airnails om je maskings ervan af te halen. Of stickertjes ergens op te plakken. Splinters eruit te halen. Het is echt multifunctioneel. Nou, in ieder geval. Dat is dus het huiswerk deze keer. Trouwens, het product van de maand, dat is Rubber Base. En het is nog deze maand tot en met 31 augustus met 20% korting te shoppen in de winkels en in de webshop. Over de winkel gesproken. Vanaf september hebben wij iedere eerste zondag van de maand koopzondag in de winkel in Soesterberg. Dus niet online, niet in Weert, niet in Kaatsheuvel, maar in de winkel in Soesterberg hebben we koopzondag. En die koopzondag hebben we iedere keer een ander thema natuurlijk, maar we hebben wel een aantal vaste dingen. Zoals bijvoorbeeld Aletta met haar sit-down workshop. Je kunt gewoon lekker aan de grote tafel in de winkel gaan zitten. En je kunt inspiratie opdoen met Aletta en gewoon alle vragen over producten stellen. Ze heeft de hele salon bij, ze kan je alles laten zien. Troubleshooting by Cheryl, dat is een les voor mensen die lopen tegen dingen aan. Werk jij misschien nog niet met Magnetic? Heb je tegen technische problemen, je schabloonplaatsen gaat niet lekker, veilig gaat niet goed? Kun je lekker bij Cheryl aanschuiven en zij neemt je onder haar hoede. Natuurlijk hebben we ook korting op het assortiment, 10%. We hebben de outlet hoek, dat is een hoek die is niet online beschikbaar. Maar daar vind je de producten met een speciale korting, die we dus de uitlopende producten, in de winkel in Soesterberg, enige plek waar je die kunt vinden. En natuurlijk cursusinformatie, want Miranda is er ook. Suzy staat boven in de kantine. Dat is dus de koopzondag, iedere eerste zondag van de maand. En dat is dus al aanstaande zondag. Kun je lekker langskomen in Soesterberg en gewoon eens even meekijken of je wil kijken hoe die lessen worden gegeven. Je hebt informatie nodig over de basisopleiding, dat kan allemaal dan. Wil je nou je voorraden aanvullen en je denkt, nou, ik ga toch echt voor lekker korting. Of je hebt zin in nieuwe producten,
Dan hebben we natuurlijk het kortingsweekend. En het kortingsweekend is 16, 17 en 18 september. Maak even een screenshot, dan weet je gewoon precies de data. En dat is dus alle drie de dagen. Alleen op zaterdag en zondag doen we een speciaal programma in de winkels en ook in Soesterberg. De maandag is echt voor het online. Je bent wat vergeten of je wilt toch nog even shoppen, dan kan dat natuurlijk ook. Maar dan focussen we ons meer daarop. Nou, op zaterdag en zondag kun je in Soesterberg terecht. Want daar hebben we natuurlijk Aletta. Zij demonstreert Easy Nail Art. En Syriza. En Syriza heeft een eigen demotafel. Wil je een keer een demo maken van Syriza? Is dit het moment? En zij laat je alle nieuwe producten zien. Ik sta in de winkel om je te adviseren. Katri staat achter de kassa. Miranda staat bij de cursusinformatie. Suzy boven in de kantine met lekkere hapjes en drankjes. Henriette is er natuurlijk, ondersteund door Cheryl, maar die zitten boven in de lessen. En op kantoor werken we ook hard door om jullie online bestellingen te verwerken. In Kaatsheuvel kun je terecht, want ook daar hebben we een heel leuk programma. Anjo die geeft op zaterdag en zondag van 11:30 tot 13:30 een gratis workshop waar je je wel even voor moet aanmelden via e-mail. En je moet natuurlijk je penselen meenemen. Maar op zaterdag is dat Autumn Animal Designs en op zondag Sparkling Flake Designs. In de winkel kun je natuurlijk Linda en Kelsey vinden en het Brabantse team Demi en Louelle. En zij zijn er allemaal om jullie te helpen de juiste keuzes te maken, je te adviseren, de nieuwe producten te laten zien en natuurlijk het oude vertrouwde assortiment te laten zien aan je. In Weert hebben we vervolgens ook een mooi programma. Dat is op zaterdag en zondag zijn zowel Deborah als Cindy afgereisd naar Weert. Deborah doet demonstraties. Alles wat je wil zien, zal zij je laten zien. Cindy helpt in de winkel. Dat doet ze samen met Chrisje. Natasja staat achter de kassa en Natalia zorgt daar voor het hapje en het drankje. En zo zorgen we op alle drie de locaties van Magnetic Nail Design in Nederland voor een leuk feestje. En natuurlijk met name een kortingsweekend betekent korting. 25% korting op gel polish, 15% korting op het oude vertrouwde assortiment en 10% korting op elektrische apparatuur in de winkels en online, ook bij onze distributeurs. Maar we lanceren natuurlijk ook de nieuwe producten en daar gaan we 11 september in de e-workshop gaat Syriza je alles laten zien en ik je daar alles over vertellen. Dus het moment, het is natuurlijk ook traditie, hè? In september moet er altijd een kortingsweekend zijn. Ja, en in november moet er altijd een Nail Talk Live event zijn. Zo hebben we een aantal verschillende momenten in het jaar die voor ons en voor jullie erg belangrijk zijn. En met name heel erg leuk om elkaar even te zien. Nou, volgens mij ben ik nu wel weer toe aan Henriette. Angelique. Hoe kom ik nou bij Henriette? Dat komt natuurlijk omdat zij over 3 weken de sweater weather gaat doen. En ik dacht even van, wat heb ik het warm? Nou, mijn geest werkt vreemd. Zo direct heb ik de winnaar voor jullie van de 2 challenges van Jessica. Dat is natuurlijk de Cartoon Party en ook de Baroque All The Way. Dat komt pas straks. Voor nu gaan we terug naar Angelique en ga ik kijken of jullie vragen hebben die ik tussendoor moet stellen. Nou, ik ga jullie nu het volgende design laten zien. En ik ga jullie ook laten zien hoe de mengverhouding is. En ik pak hiervoor de Fiber Gel Clear. En dat hoeft niet heel veel te zijn. Het is heel moeilijk te zien. Clear. Dit is gewoon de Fiber Gel uit de pot. Ja, Fiber Gel Clear uit de pot. De Sculpting Fiber Gel. En daar gaat een beetje glasgel blue bij. En die ga ik dan mengen. Ik vind het heel prettig om te mengen met de glaspolishes of met gel lak. Ook dit zou je weer kunnen doen met de color concentrates of met pigmenten. Het is eigenlijk allemaal om het even. Het is wel belangrijk dat je een dikker product pakt. Want we gaan nu weer met het folietje aan de slag. En zou je dit dus alleen maar met een gel polish of met een glaspolish doen, dan krijg je niet genoeg relief. Dus het moet wel echt met een dikker product. Nou, daarnet had ik hem met Power Gel. Dat is natuurlijk heel stevig. Daar is het ook makkelijker om een reliefje mee te maken. Dit is wat dunner. Dus dit zal ook een fijner reliefje maken. En ik ben normaal altijd van het paars en roze. En nu dacht ik, laat ik toch eens wat anders doen. Dus dan in het blauw. Maar goed, voor het huiswerk mogen ook alle kleurtjes, alle technieken
wat er vandaag geshowd is. Nou, wat ga ik nu doen? Ik ga een klein bolletje ga ik neerleggen. Dan ga ik die even opzij. En dat ga ik alleen maar op de vrije rand neerleggen. Mag ik eventjes de camera naar mij toe? Ik zie dat, er is namelijk een vraag van Gerry. Mogen de 5 nagels verschillende kleuren hebben of moeten ze allemaal 1 kleur? Belangrijke vraag. Nee, je, ga maar helemaal los. Je mag van mij verschillende kleuren. En dat is juist wel leuk, omdat je dan ook verschillende designs aan je klanten kan laten zien. Dus de opdracht is niet dat het bij elkaar een matchende set moet zijn, maar echt gewoon 5 keer de techniek. En zo gek dat je het kan bedenken mag. En dan is nog van Daisy de vraag, wat was dit nou precies? Je zat even niet op te letten. Dit is fiber gel uit de pot, gemengd met glass gel. En daarmee heeft Angelique deze mooie kleur gemaakt. En Iris vraagt, zou je het ook met glass gel kunnen mengen? Nou Iris, dit is glass gel blauw, gemengd met fiber gel clear. Dus dat kan. Maar je kunt het ook met concentrates doen, zoals Angelique eerder zei. We hebben het dus nu alleen op de top. Nou, dus nu moeten we even gaan opletten. Ja, ik heb hem even omgedraaid, want dit is natuurlijk gel en dat loopt. Dus dan gaan we in de paniekstand. Ik heb nu een heel klein beetje gel neergelegd. En dat is best wel een hoeveelheid. Niet heel dik, maar het is meer als een dekkend laagje. En die ga ik ook weer met het folietje. Ga ik daar weer een reliefje mee maken. Deze keer ga ik zorgen dat het reliefje hier heel plat is. Dus hier. Mm-hmm. En dat er hier wat meer relief is. Maar hier moet hij plat zijn. Dit gaat nogmaals moeilijker als met de power gel. Dus dit is ook echt iets. Op het moment dat je het relief erin hebt, dan mag je klant dus niet eerst kijken en oh, wat ben je aan het doen en wat is leuk. Nee, als hij erin zit, of als het reliefje erin zit, moet hij ook meteen in de lamp. En je zou daar ook je flashcuur even voor kunnen gebruiken. Ja, ik zit namelijk te denken, dit is zoveel handiger als je daar een flashcuur bij gebruikt. Alleen, dan ga ik even kijken, waar is mijn flashcuur? Die heb ik bij me. Heb je die bij je? Wat geweldig. Natuurlijk. Ik hou van de voorbereidingen. Even kijken. Heb ik nu een leuk reliefje? Voor jullie op beeld is er heel weinig te zien, want je ziet alleen maar glinstering. Nou, ik vind het wel meevallen hoor. Ik zie het echt wel, dat kreukels. Ja, nou, op mijn camera is het echt heel slecht te zien. Maar goed, hij is leuk. Wil jij slecht te zien? Zij? Ja, maar je ziet het zelf slecht. Ja, dat komt door de weerspiegeling. Maar voor ons is dat echt genieten. Wat er dus nu is gedaan, is dat de mengsel van fibergel met de glass gel polish is dus aangebracht op de top. En omdat gel dus wat meer loopt en je die folie eroverheen doet, moet je dus echt snel zijn als je dat relief erin hebt gedaan. En belangrijk is dat het relief met name op de rand is en in de overgang naar de natuurlijke nagel, dat het glad wegloopt. Eventjes om te zorgen dat iedereen weet wat er aan de hand is. En nu ben je hem aan het uitharden. Ik ben wel benieuwd hoe het eruit ziet. Ik denk dat hij al goed is. Ja. Dan gaat hij eraf. Ik heb net nieuwe batterijen in mijn flashcure, dus nu doet hij het gewoon echt heel goed. Zou dit ook kunnen met blush, vraagt Lakje Nagels? Oh, jawel. Ja, dat denk ik ook. Ik hou van blush. En zeker kan dit ook met de blush. En dan meng je dus de blush glossy met een kleurtje naar keuze. En dan kan je hem dus ook daarmee maken. En ik ga strakjes ook blush gebruiken om een gedeelte te cappen. Dus dat kan zeer zeker. En dit is dus ook leuk op een natuurlijke nagel. Marion, jij vraagt, kun je ook de fiber gel uit het flesje gebruiken of is dat te dun? Nou, dat sluit een beetje aan. Je kunt dit dus ook met blush doen. Heeft een beetje dezelfde viscositeit. Alleen je moet dan natuurlijk niet te dik gaan werken, want het gaat wel meer vloeien. Gewoon een beetje voorzichtig, maar het kan allemaal. En de paniekstand, onthoud de paniekstand. Als je denkt het gaat te veel naar de zijkant, ondersteboven, dan ga je er zo in prikken. kan natuurlijk ook. Nou,
nu is die uitgehard. En nu ga ik dus weer, net als net, ga ik dus weer stukjes gouden folie ga ik weer erin leggen. En dat is nu een stuk sneller, een stuk makkelijker, omdat het ook een kleiner nageltje is. En het zit nu lekker geplakt aan mijn handschoen, dat zien jullie niet. Juist. Linda Megens vraagt, zou het ook met rubberbees uit de pot kunnen? Nou, dat denk ik wel, Linda. Maar bij al die dingen geldt, hoe dunner het product, hoe minder hoog het relief. Maar het kan allemaal. Ja. En je gaat nu ook weer in de deukjes, zeg maar, de folie doen? Ja. Eigenlijk net als net. Het is eigenlijk dezelfde techniek. Alleen dan niet full cover. Ja, ik heb het eindresultaat natuurlijk al gezien. I'm totally in love. De tip wordt even neergelegd. Ja, ik zit te stoeien met het folietje. Want ik ben mijn hoedstick kwijt waar ik net mee heb gemengd. Vraag me niet waar die is. Maar daar is dus het plakrandje aan. Misschien is het handig dat jij dit gewoon eventjes doet. Want je moet natuurlijk even goed kijken. Zal ik alvast de één groepje winnaars doen? Dat is leuk. Dat is een goed plan. Nou, ha, wat leuk. Ik pak mijn notities erbij. Ik word er helemaal zelf vrolijk van. Wel even mijn notities pakken. Ha. Want het was natuurlijk, het waren vier geweldige weken. Hè? Die hele nail art bootcamp, handpainting bootcamp van Jessica. Ik heb er ontzettend van genoten. Ik hou natuurlijk ook heel erg van handpainten. Ik heb het natuurlijk ook zelf bedacht, dus dan is het helemaal leuk. Maar ik weet dat jullie er ook heel erg van hebben genoten. En Jessica heeft er bovenal van genoten, want die heeft natuurlijk alle inzendingen mogen bekijken. En de groei van iedereen heeft ze zien gebeuren, heeft ze meegemaakt. Ik wil eerst even voorlezen wat Jessica graag wil zeggen. Lieve allemaal, ik wil iedereen ontzettend bedanken voor al jullie effort deze afgelopen weken. Ik ben trots op ieder van jullie. Stuk voor stuk zijn jullie toppertjes. Het was echt geweldig om al die inzendingen te mogen beoordelen en bij velen van jullie ook echte groei te mogen zien. Ik hoop dat die passie en drive door wordt gezet en er maar veel art gemaakt mag worden. Want dat is juist hetgeen waardoor je jouw eigen handtekening achterlaat op een kick-ass set. En ze geeft jullie allemaal dikke kussen. En ze is er natuurlijk vandaag niet, maar dit heeft ze me vanmiddag gestuurd. En Jessica vond het geweldig. Ik vond het ook. En jullie dus ook. We gaan eerst de winnaars bekendmaken van de Cartoon Party. Wat was daar de opdracht? Maak een set met tenminste drie cartoons die bij elkaar horen, waarbij de achtergrond het één geheel maakt. En maak wederom het alfabet, maar laat dan ook de eerder gemaakte zien bij het huiswerk. En laten we dan maar gaan kijken over deze eerste inzending. Wordt gezegd. Even kijken of het klopt. Normaal gesproken doe ik dat. Jullie weten, ik ben altijd te laat. Hè? Ja. Ze zegt, Jessica. Lady en de Vagebond, wat vond ik dat een ontzettend leuke film. Die heb ik grijs gekeken. En wauw, wat ontzettend mooi gedaan. Mooie blends, schaduwen en highlights laten zien. Doordat je juist geen zwarte outlines hebt, is het geheel nu soft en zelfs een beetje realistisch. Goede gezichtsuitdrukkingen en die kok in de achtergrond smult gewoon van het feit dat er gesmuld wordt van zijn spaghetti. Prachtig gedaan. Jessica is trots op je en dat zegt ze over deze inzending van Cynthia Visser. Van harte gefeliciteerd. Ja, echt prachtig. Prachtig. Van harte gefeliciteerd met jouw prachtige inzending en natuurlijk met de prijs die jouw kant op gaat komen. Super goed gedaan. Over de volgende inzending zegt Jessica, Roadrunner. Geweldig gedaan, wat geniet ik er toch van om dit te zien. Goed kleurgebruik en echt oog voor detail in jouw set. Een echte, terechte winnaar in mijn ogen. En dat zegt ze over deze inzending van Lidie Addink. Van harte gefeliciteerd, Lidie. Ik weet dat je vanavond zat te kijken. Ik weet niet of je nog kijkt, maar van harte gefeliciteerd met jouw prachtige Roadrunner inzending. Supergoed gedaan, gefeliciteerd. En de laatste van vanavond alweer. Wat wordt er gezegd? Ah, Po en zijn vriendjes, Poeh en zijn vriendjes. Super cute gedaan en een mooie samenhang in het geheel, doordat je de wolkjes door hebt laten lopen in de achtergrond. En dat zegt ze over deze inzending van Angela ten Pas. Van harte gefeliciteerd, Angela. Super goed gedaan. Iedereen, super goed gedaan. Van harte gefeliciteerd. Het was heel moeilijk, weet ik, om hier winnaars uit te zoeken. Maar het moest natuurlijk toch gebeuren. En deze prijs komt jullie kant op. Dat is de Majestic Blue, Oops Orange en de Lady Violet. Drie van de favoriete kleuren van Jessica.
Deze week worden ze naar je toegestuurd. En heel veel plezier ermee, terecht gewonnen. Maar al jullie allemaal, met al jullie inzendingen, jullie mogen allemaal echt apetrots zijn op jezelf. Want ja, zoals Jessica het al zegt, als je mooie art maakt, dan maak je echt een handtekening op een kick-ass set nagels. Supergoed gedaan. Straks ook nog de winnaars van de, natuurlijk de Baroque All The Way Challenge. En ik ga nu even kijken naar jullie inzendingen, terwijl Angelique het even overneemt. Comments. Nou, wat heb ik nu gedaan? Ik heb de stukjes goudfolie heb ik erin gelegd. En nu ga ik gedeeltes ga ik cappen met de Blush Glossy. En andere gedeeltes ga ik cappen met de Fiber Gel White. En hoe je dat doet, dat mag je zelf weten qua design. Wil je meer aan de bovenkant, wil je meer sliertjes trekken? Dat maakt eigenlijk niet uit. Dan mag die juist. Als ik zo ga kijken, dan ga ik sowieso met mijn blush glossy ga ik dit aantikken. En dan ga ik een beetje lijntjes trekken. Dus niet volledig overal, maar her en der een beetje. Het is wel belangrijk dat er dan wel een goede druppel aan het kwastje zit. En als ik dan overal een klein beetje ben geweest, dan gaat hij de lamp in. En zo egaliseer je hem dus nu? Ja, een gedeelte wel en een gedeelte niet. En dat gaat strakjes ook weer duidelijk worden. Als hij een heel klein beetje vaststaat, dan kunnen we eigenlijk meteen door met de fibergel of de fibercoat. En dan mag hij weer naar de tip. Nu ga ik kijken waar die nog niet opgevuld is. En die gedeeltes ga ik opvullen met de fibercoat. En dat ga ik in zijn geheel doen. Dus ik ga nu vanaf de cuticle. Oké, dus moet u even echt opletten. Ja. 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 Als je dat net nog niet deed, dan is nu het moment om op te letten. Nee, maar nu doe je het dus wel in één keer. Ja, nu doe ik hem in één keer. Nou, ik heb net een klein beetje kleur neergelegd en nu ga ik gewoon de nagel afbouwen. De nagel die wordt ook grotendeels non-filing, zeker aan het bovenste gedeelte. En hetgeen wat je dan nog een klein beetje moet bijfijlen is de onderkant. Dus ik wil hier wel echt al meteen een technische nagel van maken. Als je dit dus doet op de natuurlijke nagel, dan zit hier ook al een plaklaag op. Omdat je dus ook de onderlaag weer hebt gezet met een blush glossy of een ander kleerproduct. Om hem nu makkelijk te laten glijden, trek ik nu wel even een laagje hier naartoe. En dat zou je normaal niet nodig hebben, omdat er dan al een glijlaagje ligt. Dus op een tip doe je hem even zo. Oké. Nu heb ik mijn bordertje aangegeven. Ik heb een vraag van Iris. Zij vraagt, als je nou geen fibercoat hebt, wat zou je dan kunnen gebruiken? De Blush Cozy. De Power Gel heb je natuurlijk ook in white. Eigenlijk alle milky producten. En dan hoef je eigenlijk nog niet eens een milky product. Eigenlijk alle bouwproducten. Want waar werk je normaal mee? Wat is jouw favoriete product? Nou, dan gaan we wachten tot we daar antwoord op krijgen. Wat ook leuk zou zijn, is gewoon de White Builder Gel. Ja. Want daar kun je prachtige porseleinnagels mee maken. De White Builder Gel. Misschien heb je die nog wel ergens staan in een kast. Ja. In principe alle bouwproducten, die kan je hiervoor gebruiken. Ook acryl. Dat kan ook nog. Ja, en Cindy zegt, hold it. En natuurlijk de rubber base. Juist. Maar die is er niet in het wit. Nee. Dus dan zou je hem moeten mengen. Dan zou je hem inderdaad moeten mengen. Nou, ik ga nu een druppeltje neerleggen. En ik ga een nageltje bouwen, zonder dat mijn haar ervoor zit. Het blijft heel hip, hè? Een wit nagelbed met een gekleurde top. Oh, ik hou zo van witte nagels. Ja, ik niet. Nee, ik weet het. Maar ik vind dit wel dit vind ik wel mooi worden. Ik begin eraan te wennen. Tegen de tijd dat ik eraan gewend ben, is het uit. Dat hoop ik niet, want ik hoop dat dit echt heel lang nog in blijft. Ik vind het zo chic.
Oké, nu heb ik dus de nagel gebouwd aan de bovenkant. Nu ga ik het gedeelte hier ga ik gewoon volledig inkeppen. Nu is het wel zaak dat je model wel of je klant wel lenig is. Want dit is echt best wel een behoorlijke laag die je wel in bedwang moet houden. En dan ga ik met mijn blush brush ga ik de lijntjes netjes maken. Ik ga hem levelen. Je gaat een beetje begeleiden naar perfectie. Maggie vraagt, dus je hebt de gedeukte stukjes gekept met kleer en dan doe je het bouwproduct eroverheen. Ja, inderdaad, om die diepte erin te krijgen. Anja van Es, welke zei je net, Pepijn, waar je porseleinnaags mee kunt maken? Nou, Anja, dat is de normale White Builder Gel uit de pot. Dat is een prachtige gel, super hard, waar je echt hele mooie transparante porseleinnaags mee kunt maken. Even kijken. Iris, die zegt, want die had natuurlijk gevraagd, wat is jouw favoriete bouwproduct? En zij zegt Power Gel, maar ze gebruikt ook de blushes. Nou Iris, dan kun je de blushes hiervoor gebruiken, of de Power Gel wit, of de Power Gel clear, die je misschien met een beetje white white mengt. En even kijken. Dit design kan toch ook met frosted pink met de blauwe eronder? Ze heeft namelijk niks met wit, zegt Gemma. Nou ja, natuurlijk Gemma. Stel ons versteld. Laat ons versteld staan. Laat ons doen versteld staan. Beetje lastig. En er is wat communicatie over wel of niet de feedback over en weer tussen Jessica en een aantal kijkers. Maar Jessica zegt al, als jullie daar vragen over hebben, stuur gewoon even een persoonlijk berichtje naar Jessica en het wordt opgepakt. En anders kun je natuurlijk altijd mij een persoonlijk berichtje sturen. Dan stuur ik het weer naar Jessica en dan neemt Jessica weer contact met jou. Zo zijn we altijd druk bezig en heel druk ermee bezig. Hij zit in de lamp. Ja. Hoe lang moet je nu uitharden? 1,5 minuut, want hierna ga ik niets meer bouwen. Dus nu is het alleen nog maar de laatste keer en veilen en aflakken. Dat is vlot gegaan. Het is pas 8:17. Ja. 1,5 minuut is best wel eventjes. Ja. Misschien dat er nog iets van mededelingen, gezelligheid. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Ik heb natuurlijk nog de winnaars van de Baroque All The Way. Baroque All The Way. Dat is gewoon ook wel leuk om te zeggen. Baroque All The Way. Dat was natuurlijk de laatste van de vierdaagse bootcamp van Jessica. En wat was ook weer het huiswerk? Laat setjes zien van 5, waarvan er tenminste 3 Baroque designs zijn. En vergeet niet het alfabet te herhalen, maar ook de vorige gemaakte te laten zien. Plaats erbij dag 1, 2, 3 en 4. Het was best een ingewikkelde challenge. Want ik heb hem echt een aantal keer moeten lezen om helemaal te begrijpen. Maar het waren dus 5 setjes, met waarvan 3 nagels en dan, nou ja, zo. Dus we gaan kijken. Natuurlijk had Jessica geldt de feedback van Jessica van Tunet ook voor deze inzendingen. Maar we hebben natuurlijk andere winnaressen. En ik ga het weer eventjes controleren. Ja. Nou, de eerste winnares wordt overgezegd. Wauw, ik ben in love met jouw kleurgebruik. Je bent lekker aan het oefenen geslagen en ik kan zien dat dunne lijntjes jou steeds beter afgaan. Trots op je en je bent een terechte winnaar. En dat wordt gezegd over deze inzending van Trientje Kooi de Boer. Van harte gefeliciteerd, heel mooi gedaan. Prachtig Trientje, supermooi gedaan. Van harte gegund en gefeliciteerd. Oh, Jessica zegt, Pepijn, ik moet nog zo'n 30 feedback mailtjes sturen. Het was ontzettend veel. Morgen heeft iedereen hun feedback binnen. Kind is jarig. Ja, dat hebben jullie gezien, hè? Nomi is natuurlijk jarig. En Jessica is op vakantie geweest. En tussendoor heeft ze al die feedback gedaan. Dus geef er even de tijd om gewoon even alles te verwerken. Maar het komt goed, dat weten jullie toch? Jessica, als Jessica iets belooft, komt het altijd goed. De tweede inzending, daarvan wordt gezegd. Oh, daar is al in beeld. Tessa Lagerwij, van harte gefeliciteerd. En er werd gezegd, soms wint iemand vaker en ik kom gewoon niet om deze inzending heen. Kijk ze nou eens zo shine naast elkaar. Tessa, ontzettend mooi gedaan. Nice en clean met een goed lijnenspel. Gefeliciteerd. Nou, dan hebben we de laatste en die houden we nog even geheim. Ik ga eerst even vertellen wat er wordt gezegd. En ook om deze inzending kon ik niet heen. Wat mooi strak gemaakt, puntje, puntje, puntje.
Ik kan me voorstellen dat jouw klanten het erg lastig gaan krijgen om te kiezen met welke van deze designs ze willen gaan pronken de komende weken. En dat wordt gezegd door over deze inzending van Nicole van Duren. Van harte gefeliciteerd. Het lijkt wel 3D wat ik daar beneden zie. Super goed gedaan, Nicole. Super goed gedaan allemaal. Super mooie inzendingen. Heel veel plezier met jullie prijs. Van harte gefeliciteerd. Dit krijgen jullie toegestuurd. Het fluffy penseel. Gel polish en gel polish en gel polish. Gewoon een lekker verrassingspakketje. En dat komt deze week jullie kant op. Volgende week wordt de grand winnares bekendgemaakt. Dus volgende week gaan we bekendmaken wie heeft nou overall de vierdaagse bootcamp gewonnen. En nou, dan ga ik ook pas bekendmaken wat de prijs is die persoon heeft gewonnen. Dat wordt iets heel bijzonders. Volgende week vertel ik je daar alles over. Dus ik hou dat nog even spannend. Hartstikke bedankt voor al jullie inzendingen. Jessica en ik hopen dat op deze manier nail art toch nog meer gaat leven in Nederland. En vooral heel erg trots zijn op jezelf. Heel goed gedaan. Ook al ben je misschien in vergeten in te sturen, Elvira. Het is niet erg. Je hebt de technieken in je hand. Ook als je het te druk had, kijk het een keer terug. Oefenen, oefenen, oefenen. Uiteindelijk kun je dan alles maken wat jij kunt voorstellen. Nogmaals, van harte gefeliciteerd. Ik ga terug naar de comments. En natuurlijk, jullie gaan terug naar Angelique. Nou, wat een mooie, mooie inzendingen waren dat. Ik heb echt ook mijn ogen uitgekeken. Ik hoop ook echt dat jullie heel veel dingetjes gaan insturen naar deze, voor deze workshop. En ik hoop ook dat jullie mij op nieuwe ideeën gaan brengen. Ik ga jullie meenemen naar de tip. En zo ziet hij eruit als die uitgehard is. En hij is op zich redelijk egaal. Dus qua velwerk zou ik alleen het eerste stukje hoeven veilen. En daarom vind ik deze techniek ook het prettigst met gel. En of dat nou een blush of een standaard builder of een fiber of een, nou ja, noem het maar op. Ik vind eigenlijk gel vind ik het prettigst. Als je dit soort nagels op een klant gaat maken, let er dan goed op dat de nagel niet te breed blijft. Want je gaat hier ga je extra product neerleggen en dat zit ook aan de zijkanten. Dus hou je zijlijnen ook goed in de gaten dat het nog wel een mooie slanke nagel blijft. En mocht je dit ook op een klant gaan doen en dus ook inzenden, let daar dan ook echt op dat die nagel dan ook wel gewoon technisch moet kloppen. Dus niet dat er een hele dikke bult op een plek zit waar die niet hoort. Een apex die beneden hangt. Ja. Ik neem nu alleen de voorkant neem ik mee. Omdat dat ook het enige gedeelte is wat ik hoef te veilen. Ja, de rest trekt natuurlijk glad. Juist. En nogmaals, daarom vind ik gel heel erg prettig. Omdat gel eigenlijk gewoon een groot gedeelte werk voor je doet. En power gel kan je natuurlijk ook heel strak neerleggen. Maar vooral met dit soort nagels vloeit het er helemaal in. En dat is gewoon eigenlijk heel makkelijk. Ik vind dit best wel weer spannend. Het is een spannende avond. Zeg dat wel, ja. Oké. Nou. En daar komt het. Da-da-da-da. Klein beetje aan de zijkant. Welke grit gebruik je nu, vraagt Maggie. Ik doe bijna alles standaard met de 150. En dat is eigenlijk persoonlijke voorkeur. Je zou ook een 180 kunnen gebruiken. Ik heb dan ook nog eens een standaard een metalen kern. En dat is omdat dat mijn manier is van veilen. En ik pas daar ook mijn druk op aan. En zo is dat voor iedereen verschillend. Maar ik heb echt standaard de 150. En niet dat ik haast heb, want ik ben echt wel een. Ik heb eigenlijk altijd wel heel veel tijd over in mijn salon. Ik werk altijd heel rustig. Maar toch, die 150, dat is gewoon echt mijn ding. Nou, dan ga ik hem weer sprayen. En dan ga ik sprayen en kijken. En nu heb je een gedeelte wat
goed doorschijnend is, waardoor het goud heel erg naar boven komt. Je hebt een gedeelte van het blauwe relief dat omhoog komt. En je hebt een gedeelte wat blauw of wat wit is van de fibercoat. En op die manier heb je dan hetzelfde design, alleen dan op de vrije rand. Supermooi. En echt heel erg mooi. Ik heb hier dan weer de wit gebruikt. Je zou hier ook gewoon een kofferkleur kunnen gebruiken. Het is ook maar net wat je leuk vindt. En ja, ik word hier echt heel blij van. Ik ga hem ook aflakken. Ja, want ze zitten natuurlijk wel op het tadaa moment te wachten. En Magda stuurt ook blauwe hartjes. Heel mooi, zegt Daisy Boot. Lidie Adink zegt heel erg gaaf. Er zijn ook mensen die blijven gewoon doorgaan met het maken van de bootcamp. Ondanks dat er geen tijdsdruk meer achter zit. Is nu wel heel fijn. Cindy zegt heel erg tof. Priscilla zegt kan niet wachten om het te gaan proberen. Gemma zegt gaaf. Boven bij de cuticle zou ook mooi cool wezen. Ja. Ja, vind ik een leuk idee. Ja. Dus eigenlijk een soort glass fading cuticle foil inlay bij de cuticle. Ja, leuk. Moet je wel opletten dat je deel dun blijft, hè? Love this, zegt Mia Marie. Soraya zegt super gaaf. Iris moet de cartoons nog afmaken en de krullen. Aletta zegt helemaal wowie de wowie. Niels by Syrup vindt het heel erg mooi. Ja, wij willen natuurlijk wel even zien hoe het eindresultaat nu is. Maar ik hoorde toen net nog een vijl ergens overheen raspen. Dus misschien was het toch nog ergens een kleine oneffenheid en wordt er nu pas de topgel aangebracht. Kan dat kloppen? Ja, de topgel gaat er nu pas op. Ik zag nog een klein dingetje. Ik denk, nou, dat kan nog net even. En dit vind ik ook altijd zo leuk. En dan zie je ook echt hoe alle diepte omhoog komt. Misschien een beetje in het midden, dat zou wel... En haren weg, dat is ook op zich best prettig. En toch zou ik een booleans bij doen. Ja, gewoon omdat het kan. Ik ga het proberen. Gewoon nog een keer. Weet je wat maar ook dan leuk zou zijn? Met een dikkere nagel. Als je hier nu een vlindervleugel kon lijnenspel omheen schildert. En dan wordt dat hele inlegen doe, wordt dan deel van je vlindervleugel. Ja. Dat is leuk. Vlinders zijn altijd goed. Altijd. Hij gaat in de lamp. Gemma zegt een wowie momentje. Gerry zegt, ik ga meer op de krullen oefenen, want ik heb er nu, wat ik er nu van gemaakt had, sloeg nergens op. Ik krijg mijn bibberhand niet onder controle. Goed leunen. Dat had ik ook altijd. Ik bibber heel erg, Gerry. Dus goed contact maken en eigenlijk doorduwen op die andere hand, terwijl je aan het schilderen bent. Dat maakt het makkelijker. Priscilla gaat dit zeker op haar eigen nagels doen, want het is een erg leuke techniek. En terwijl deze aan het uitharden is, nog één keer het huiswerk van deze e-workshop van Angelique. Maak op 5 tips een inlay design met de getoonde techniek, met een van de getoonde technieken van vandaag. En gebruik hier ook de gold foil in. Dus niet per se het huishoudfolie, hoewel dat natuurlijk wel de getoonde techniek is. Maar het gaat met name om het bladgoud. Want hoe geweldig is bladgoud wel niet? Dus dat moet er dan in, samen met die deukjes en hulpeltjes en deukjes. En ga gewoon lekker helemaal los. Dan heb je 2 weken de tijd hoor, tot en met 11 september natuurlijk. En stuur dan je huiswerk in via het album Gold Foil Inlay. En dan maken we op 11 september bekend wie deze challenge heeft gewonnen tijdens de nieuwe productenshow vanwege het kortingsweekend dat weekend daarna. Dus dat wordt helemaal gezellig. Dan is Risa er ook, maakt er een helemaal feestje van. Wat kun je winnen? Dat is dit mooie pakket natuurlijk, de Gold Foil Glitter Set met 12 verschillende kleuren folie, de transparante blauwe glass polish, white fibercoat, de witte fibercoat die net is gebruikt en het puntpinset, mijn favoriete puntpinset. En Lidie Adink vraagt, Angelique, de foto die bij het huiswerk staat, zijn dat jouw eigen nagels? Dat klopt, dat zijn mijn eigen nagels. En vaak kom ik op dit soort ideeën door een stukje nail art wat ik ergens zie. En ik red het dan meestal net aan een dag om te wachten op een klant waarop ik dat kan oefenen. En als er binnen die dag geen klant is die zegt, oh ja, leuk, dan doe ik dat dus op mijn eigen nagels. En of op de nagels van mijn zoon, of op iemand anders die ik zover krijg. Maar ik heb meestal geen geduld om lang te wachten. Dus 9 van de 10 keer is dat ook echt op mijn eigen handen.
Ja, nou ja, herkenbaar. Dat had ik vroeger natuurlijk ook. Je wilde het meteen testen. Nou, ik ben benieuwd naar het eindresultaat. En jullie ook? Nou, het eindresultaat, dat is deze. En dat is eigenlijk exact hetzelfde als op de foto. Wauw. En daar kan je heel duidelijk ook zien dat er heel veel diepte in zit. De vlokjes goud komen meer naar boven. En dat heb ik dan ook nog in een andere kleur gemaakt. Voor degene die niet van blauw houden. Ook leuk. Dus een beetje paarsig. En zo kan je eigenlijk alle kanten op met je designs. Je kan hem ook heel zoet maken met roze. Je kan eigenlijk alle kanten op. Juist. Zullen we design 1 en design 2 eventjes naast elkaar leggen? Dat is wel leuk voor vanavond, voor de screenshot van de avond. Dan zal ik eventjes een beetje inzoomelen. En ja, ik weet het, het gaat weer eerst verkeerd. Ik weet niet, ik denk dat het de wet van Murphy is, dat iedere keer dat ik dit doe... Nee, alleen de eerste twee. De twee die je vandaag hebt gemaakt. En dan gaan we even het midden opzoeken. En dat is natuurlijk de verkeerde kant op. En dan niet te dichtbij, want dat wil je niet. Dat wil je niet. Ietsjes terug. Ietsjes terug. Kom nou. Ja, daar zijn ze. Oké, Angelique, doe je mee? Deze keer wel. Eerst even schrapen. 3, 2, 1. Screenshot! Super cool. Zo'n ander effect, terwijl het natuurlijk in technieken heel erg op elkaar lijkt. Het zijn dezelfde techniekjes, andere producten. En nu mag de rest erbij voor gewoon een mooie compositie. Oké. Even kijken. Zonder dat ik te veel hoef uit te zoomen. Juist. En je hoeft ze niet zo gek te draaien, zegt Gil. Ja, maar anders past deze niet. Jawel, probeer eens. Ik kan toch mij aanpassen? Mij aanpassen. Kijk, ik doe dan dit. Toch wel uitzoomen. Juist. Zo. En dan past die wel. En dan vind ik die paarse ook wel leuk erbij van toen net. Dan doen we die ook nog. 3, 2, 1. Screenshot! Ik lees in de comments van Daisy dat Donja dat ook heel goed kan zingen. Maar jij kan het ook heel goed, Angelique. Nou, supermooi gedaan. Superleuk. En ik denk dat heel veel mensen het echt heel erg leuk vonden. Want bijna iedereen is blijven wachten. Met een aantal mensen die moesten eerder weg. Maar die gaan allemaal terugkijken. Dus supergoed gedaan, Angelique. Leuk. Ik vond het heel erg leuk. Ik had wel weer zenuwen. Minder als de vorige keer. Mede ook omdat ik de vorige keer zoveel leuke en lieve reacties kreeg. Jullie hebben mij echt het vertrouwen gegeven om dit nog een keer te doen. En ik hoop dat ik jullie zeg maar kan inspireren om ook mee te doen aan het huiswerk. En ook om het in te zenden. Ook al denk je zelf van nou het is het net niet. Inzenden en op die manier kan je mij en anderen ook weer inspireren. Heel erg bedankt voor die mooie woorden. Dat klopt natuurlijk. Nou, vanaf mijn kant nog even wat huishoudelijke mededelingen. Volgende week staat de e-workshop in het teken van Blush. Samen met Luelle en Sylvana. Op woensdag begint het 13e seizoen van Nail Talk Live alweer. En de eerste show daarin gaat over het mixen van producten met elkaar. We hebben een iets ander concept. We hebben wat andere variaties erbij. We hebben Content Talk van Sriza. Over het maken van mooie content. Dermatalk is terug in een nieuw jasje door Wendy. Vervolgens hebben we natuurlijk Business Talk, maar niet met Cheryl, maar met Sophie de Pauw uit België, met wat andere onderwerpen. En ik ben er ook iedere week met Gemtalk over de legal, juridische zaken achter het maken van kunstnagelproducten. Veiligheid boven alles. Dat is natuurlijk aanstaande op volgende week woensdag, 6 september. In de tussentijd, vergeet niet het kortingsweekend 16, 17 en 18 september. Blok het in je agenda. Ga naar Soesterberg, ga naar Weert, ga naar Kaatsheuvel. Lukt dat niet, shop online. De koopzondagen, iedere eerste zondag van de maand vanaf de maand september. Dus kortom, het wordt weer één grote dolle boel. Aanstaande zondag ben ik zelf trouwens ook in Soesterberg. Mocht je tijdens de koopzondag komen. Want dan zijn Sriza, Gil en ik samen met Jaap hier in de studio bezig om content te maken voor het volgende seizoen. Nou, Angelique, nog één keer heel erg bedankt. Jij nog de laatste woorden voor vanavond. Hartstikke bedankt, lieve allemaal. Heel veel succes. En hopelijk tot de volgende. En anders zie ik jullie in Soesterberg in het klaslokaal.
De volgende is gepland op 2 november. Aanstaande komt Angelique terug. Ik ben alleen even... Easy ombreën. Ik ben benieuwd hoe dat gaat worden. Maar dat komt allemaal later. We sluiten af met de favoriete commercial van Gail Fashionista. Ik wens jullie een hele fijne avond. Bedankt voor het kijken. Bedankt Angelique voor het voorbereiden en alles maken. Gail bedankt achter de schermen. En jullie bedankt voor het kijken. Tot snel. Tot Nail Talk Live.